Wat betekent BVL? Het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Eigenlijk zeg maar een keurmerk van de provincie Noord-Brabant. Om te bevorderen dat de scholen meer aandacht geven aan goed verkeersonderwijs. Daarvoor zijn 23 criteria ontwikkeld. Onder andere moeten de scholen een activiteitenplan maken. Ze moeten een dossier opbouwen als bewijs van alle wat ze bedacht hebben, dat dat ook te zien is en te controleren is. En als ze daaraan voldoen, aan die criteria, dan krijgen ze een label uitgereikt. Ja. Een heel belangrijk onderdeel is ook de schoolomgeving. Hier bijvoorbeeld is de buitenschoolse opvang zit hiernaast. Dus je moet goede afspraken met elkaar maken over parkeren. Kinderen moeten veilig van huis naar school en omgekeerd kunnen. Dus dat betekent ook dat je heel veel aandacht moet besteden in je lessen op school. Bijvoorbeeld aan gedragsregels. De procedure is dat de school na deze uitreiking over enkele maanden opnieuw bezocht wordt. Dan ga ik weer kijken van wat er afgesproken is, voert de school dat ook uit. En daarna komen we steeksproefgewijs over een aantal jaren weer terug. Het heeft ook wel een beetje te maken met een examen, want de school heeft een label gehaald. Ja, dat is een heel moeilijk woord. Dat betekent eigenlijk, dat vertel ik voor de jongste groepen, een soort diploma. Het was geen 53, maar wel 51 punten. Ja, en dat is heel erg goed. Nou, daar gaan we. 1... Proficiat met het behalen van het Brabants Verkeersveiligheidslabel.